Wendy Van Dijk was maandag weer druk in de weer, zo bleek uit een enthousiaste Instagram-post van stilist Marie Van De Ven. Met de veelzeggende woorden daar gaan we met een nieuw seizoenlied van Van De Ven doorschemeren dat er weer opnames op de planning stonden. En dat nieuws werd nog eens extra benadrukt toen Van Dijk zelf de post van Van De Ven deelde op haar eigen pagina, vergezeld van een hartverwarmende reactie: Ja, ik heb je gemist, lieve Marie Van De Ven, maar we gaan elkaar weer wat vaker zien. Een teken dat er weer nieuwe projecten op komst zijn voor de presentatrice al blijft het nog even gissen naar welk programma het precies gaat. Deze hernieuwde activiteit van Van Dijk komt na een periode van tijdelijke terugtrekking uit het televisiewerk eerder dit jaar. In januari maakte ze namelijk bekend dat ze een stapje terug zou doen vanwege de gezondheid van haar dochter Lizzie. Het 14-jarige meisje, de dochter van Van Dijk en haar land Galjaard, leidt aan een zeldzame bloedziekte waardoor haar lichaam geen nieuwe bloedcellen kan aanmaken. Deze persoonlijke situatie leidde ertoe dat geplande opnames van het programma Wie van de Drie werden uitgesteld, en Van Dijk zelfs een rol in de reboot van de ziekenhuisserie Medisch Centrum West afsloeg. Nu lijkt het er echter op dat Van Dijk langzaam aan haar weg terugvindt naar het scherm met een hernieuwde energie en enthousiasme. Het blijft voor fans en volgers van de presentatrice spannend om te zien welke projecten er op de planning staan en hoe Van Dijk haar terugkeer naar het televisielandschap zal vormgeven. Eén ding is zeker. Haar fans zullen haar warm verwelkomen terug in de schijnwerpers.